Deze kastjes zijn van 1928, gebouwd door Grimberg en Zonen. Dat was de eerste Westlandse kassenfabriek. Was een gerenommeerd bedrijf hier in Poeldijk. Hebben heel veel kassen en warehuizen gebouwd. En ik was er heel erg trots op dat ik deze plaatjes toch nog te pakken kon krijgen. Want ja, vooral omdat ze van Grimbergen zijn die ze gebouwd heeft, is het ook wel leuk dat die plaatjes erop zitten. Michiel, moet je daar niet ontzettend veel onderhoud aan plegen? Ja. Want met alle respect, als ik hier kijk, dan is er wel het een en ander weg. Ja, ieder jaar olie ik ze aan de binnenkant. Dat is met olie smeer ik ze dan, dat is tegen het roesten. En aan de buitenkant smeer ik ze eens in de twee jaar met kit. En dat is voor het behoud van deze kastjes die... Ja, ik wil dat ze toch nog jaren meegaan. Ze zijn, ja, dat begrijp ik. Want ik denk dat er niet veel meer van dit spul staat in het Westland. Nee, ik weet het niet zeker, maar ik denk drie van die aaneengesloten kastjes, dat je die niet meer tegenkomt in het Westland. Niet meer tegen. Nee. Het is wel een rijk gezicht. Dus, ja. Is dat Nico's trots? Ja, het is wel, ja, nog steeds wel, ja.